Dames en heren, jongens en meisjes, hoger in het publiek. Ik heet u van harte welkom bij het miniatuurcircus Jossi Berend. Dit is het enige plekje in het huis waar het alleen maar circus is. En het belangrijkste hier is mijn miniatuurcircus. En daar ben ik ook wel heel erg trots op. Ja, de meeste mensen denken, ja, Playmobil is voor kinderen. Maar ik ben wel iemand die eigenlijk vindt dat je met Playmobil ook mooie dingen kan doen. Omdat eigenlijk kun je met Playmobil eigenlijk een hele mooie wereld ook neerzetten. Ja, eigenlijk vind ik het hele circus mooi. Een circus moet niet alleen mooi zijn in de piste, maar ook buitenom. En van de voorkant, als je eraan moet komen, moet het er leuk uitzien. En dat lokt de mensen ook wel naar binnen. Ik maak ook filmpjes, ik maak stop-motion filmpjes, ik heb hele programma's die ik maak. Nou ja, dan zet ik de camera neer, je maakt dus een foto. En ik ga nu heel asociaal, lekker heel wild doen. Je verzet het poppetje, nou, maak je weer een foto. En zo kun je een heel tafereel maken. Dat is dus hoe ik filmpjes maak. Ja. Ja, maar nu is die eigenlijk te hoog. Ik moet hem eigenlijk iets lager hebben. Maar ik ga even de ingang en zo weghalen. Ja, lach maar. Dit lijkt me heel agressief. Je wil niet weten hoe er bij een gewoon circus met de tribune gesmeten wordt. Ja, ik presenteer zelf elk jaar een dierenact. Ik sta hier midden in de piste bij de Witte Leeuw en de Witte Tijgers. Het circus is wel een soms een beetje... Ja, dat is wel, elke autist heeft natuurlijk een, of een autist, ik zeg wel dat ik autistisch ben, maar nou lijkt het net of ik heel erg autistisch ben. Maar nee, je hebt natuurlijk allemaal vormen van autisme, maar iedereen die wel autisme heeft, heeft wel een bepaalde passie. En de ene houdt van boten en de ander houdt van treinen. Maar ik heb dit als, dit is mijn circus, ja, en dat heeft wel een beetje met mijn autisme te maken, ja. Dit is het duo Bosto, ja. En die, die hebben helaas geen prijs gewonnen. Die vonden wij niet goed genoeg. Ik zei bijvoorbeeld ook altijd wij, op de website staat wij presenteren, maar dat is het... Eigenlijk ben ik het brein achter het circus. Ja. Ik run alleen het circus. Ik spreek het wel in, maar de man die de spreekstelmeester is, ben ik niet. Daar heb ik ook een speciale stem voor. Alberto Leveringen, dames en heren. Ja, Alberto Leveringen praat zo. Prachtige roofdieren, gepresenteerd door Jossi Berend. Ja, dat is, zo doet Alberto Leveringen dat. Mijn droom is wel om ooit in een circuspiste een programma te presenteren. Ja. Ik zou dat wel kunnen. Ja. Eigenlijk moet ik een keer heel stoer zeggen van... vanmiddag presenteer ik het programma en niet jij. Ja, eigenlijk wel. Ja.